Record. Oké. Nou, ja, eigenlijk speciaal voor jou, Astrid. Ronald en ik kennen elkaar al een tijdje, al een hele tijd zelfs. Maar ja, ik vind het Instituut voor het Nederlandse Taal mag gewoon niet ontbreken als het gaat over de hulp aan onze leerlingen. Ja, vandaar dat ik heel blij ben dat Roland erbij is. Nou, net heb je je pitch gegeven. Misschien komen er al meteen vragen bij jou op, Astrid. Dan moet je ze maar ook meteen stellen. Volgens mij kun je ook aan het woord zijn. Maar ik geef in ieder geval ook graag het woord aan Roland. Je hebt het over 10 voorbeelden gehad. Ja. Laat maar eens horen. Ja. Oké, okay. Nou ga ik in ieder geval even mee. Ja, want ondertussen zit ik ook als leraar Nederlands mee te luisteren. Ja, dat is heel goed. Dat is heel goed. Ja. Oké. Okay. Ja, is het beeld goed zichtbaar? Ja, het is ja. Goed. Perfect. Nou ja, eigenlijk is de belangrijkste vraag, welke rol kan het IET nu vervullen bij het maken van een profielwerkstuk? Want het is misschien een niet zo voor de hand liggende keuze dat zo'n instituut, een semi-wetenschappelijk instituut, daarmee bezig is. Laat ik even teruggaan naar een recent artikel dat ik las in Levende Talen Tijdschrift van Jimmy van Rijt over taalkunde in de bovenbouw van het HAVO en de VWO in het laatste nummer. En daarin schrijf je dat ongeveer 5,5% van de HAVO-VWO-scholen taalkunde aanbiedt. En er zijn een aantal redenen voor. Het onderwerp kan leerlingen aanspreken. Je kunt relatie leggen met taalvaardigheid. Het geeft een goed beeld van de vervolgstudie van Nederlands. En het geeft inzicht in de werking van taal. En tegelijkertijd geeft hij in dat artikel ook een overzicht van verschillende onderwerpen die aan bod zouden kunnen komen. Waarbij de taalverandering de hoogste frequentie heeft, dan taalkundig onderzoek en taalvariatie. Al die andere onderwerpen komen ook aan bod, maar in iets mindere mate. Nu wil het toeval, of misschien wel niet het toeval, dat vooral die eerste 3 onderwerpen uitstekend gemaakt kunnen worden met behulp van het materiaal dat wij beschikbaar stellen. En ik hoop dat duidelijk te kunnen maken aan de hand van de voorbeelden vanmiddag. De leermiddelen die gebruikt worden door de docenten, die zijn ook heel divers. De meeste maken gebruik van de taalkundemodule voor de tweede fase. Dan is er materiaal van de docentenontwikkelteams. Bijvoorbeeld in Nijmegen is een hele mooie serie over etymologie ontwikkeld. Het hoofdstuk uit de reguliere leergang, hoewel niet elke methode evenveel aandacht schenkt aan taalkunde. Al heb ik begrepen dat bij sommige methodes taalkunde wel weer een belangrijke plaats gaat invullen. Het materiaal uit de taalkunde-olympiade. Dat is wat algemener dan Nederlands. Er zitten ook voorbeelden uit met bijzondere schriftsystemen en uit vergeten talen of bijna vergeten talen, uitgestorven talen. Taalkunde voor de tweede fase van het VWO van onder andere Hans Hulshoff. Dat is al een redelijk oud boek, maar nog zeker bruikbaar. Artikelen van Onze Taal worden vaak genoemd. De taalkanon is ook bij de meeste docenten goed bekend. En er zijn ook heel veel docenten die eigen materiaal ontwerpen. Nou, als je een profielwerkstuk gaat schrijven, kun je eigenlijk zeggen dat er 5 onderdelen zijn. Er zijn heel veel verschillende manieren om dit te benaderen. En als je op verschillende websites gaat kijken, dan zie je ook dat er verschillende mensen verschillende onderzoekscycli aanbieden. En deze vind ik zelf heel prettig, omdat die kort en overzichtelijk is en direct begrijpelijk voor de leerlingen. Dus stap 1, je kiest je onderwerp. Stap 2, je stelt vragen op. Stap 3, je gaat het onderzoeken. 4, schrijven. En 5, presenteren. Sorry Roland, mag ik even? Zit je al op een volgende slide of nog niet? Want, ik zit nu op een stappen bij het PWS. Oh ja, nee, want ik zie nog steeds de eerste slide staan. Dus even kijken. Ik weet niet of ik daar iets aan kan doen of dat jij dat kan doen bij het delen van je scherm. Wat zie je nu? Ik zie nu jouw eerste, eerste slide staan. Dus hij, de dia-voorstelling loopt niet. Nee, even kijken hoor. En nu? Nee, ik zie hem nog steeds niet. Ik stop even met share en dan ga ik even
Ja, is goed. Opnieuw share. Ja. Even kijken. Ja, hier is die. Hier is weer taalkunde in de bovenbouw. Die heb ik gehad. Ga ik even verder om te kijken of die meeloopt. Ga je nu naar de volgende? Ja hoor. Ja, prima. Oké, okay, perfect. Prima. Nou, aangezien alles deze presentatie, die kan ik desgewenst ook toezenden hoor. Dus mochten mensen denken van ik heb iets gemist, stuur mij een mailtje en dan stuur ik hem met alle plezier toe. Nou, het Instituut voor de Nederlandse Taal, ik heb het zojuist al aangekondigd. Het is dé plek voor iedereen die iets wil weten over het Nederlands door de eeuwen heen. We zijn gehuisvest in Leiden op het Rapenburg, in een mooi oud statig pand. Dat past wel bij een respectabel instituut zoals we zelf zijn. Nou ja, welke bronnen heb ik nu geselecteerd voor vanmiddag? Ik heb een aantal woordenboeken gekozen. Het Algemeen Nederlands Woordenboek, het Woordenboek van Nieuwe Woorden en het Woordenboek de Nederlandse Taal. Grammatica, de EANS, de Algemene Nederlandse Spraakkunst, maar dan de derde versie in digitale vorm. Twee corpora, dus tekstverzamelingen, waarvan de ene gaat over brieven als buit en de andere over het vrij recent online gekomen courantencorpus. En tot slot wil ik nog aandacht vragen voor het onderdeel terminologie, wat minder courant is bij lessen Nederlands. Allereerst het Algemeen Nederlands Woordenboek. Ik heb hier allemaal linkjes in zitten, maar ik wil eigenlijk door de presentatie heen, en mocht er nog tijd over zijn, dan wil ik met alle plezier nog één ding bijvoorbeeld extra toelichten. Het Algemeen Nederlands Woordenboek. Als je naar die pagina toe gaat, aw.ivdnt, Instituut voor de Nederlandse Taal.org, dan kom je op deze pagina uit. Dan kun je gaan zoeken naar woorden. Bijvoorbeeld alle woorden die eindigen op etten. Kees van Snik zijn fervent verzamelaars van woorden die eindigen op het suffix etten. Dus dit is een hele mooie manier om al deze woorden te vinden. Het Algemeen Nederlands Woordenboek, dat is eigenlijk de opvolger van het Woordenboek de Nederlandse Taal. Het is een gratis digitaal woordenboek van het eigentijds Nederlands in Nederland, Vlaanderen, Suriname en het Caribisch gebied. Dus dat is vrij breed, wereldwijd. Het begint ongeveer in 1970 en het loopt nog steeds door. Het is een synchroon woordenboek, dus er wordt weinig ingegaan op de etymologie. Het gaat echt om de laatste 50 jaar van het Nederlands. Het beschrijft vooral de standaardtaal, geschreven Nederlands. En al het materiaal is afkomstig uit tekstverzamelingen. En het is nog steeds in ontwikkeling, dus je zult er niet alle woorden in kunnen aantreffen. Het mooie van het ANW ten opzichte van andere online woordenboeken is dat je op heel veel verschillende kenmerken kunt zoeken. Ik gaf het net al aan, met dat sterretje etten kun je alle woorden vinden die eindigen op etten. Dan kun je gaan kijken naar gebruik, naar de grammatica, de spelling, de woordvorming, hoe is een woord samengesteld, hoe spreek je het uit, welke voorbeelden zijn er van het gebruik van het woord. Er zitten ook mediafragmenten in, soms zitten er video's bij of afbeeldingen. En uiteraard zal ook de betekenis een rol spelen. Eens zo'n voorbeeld dat je zou kunnen onderzoeken met behulp van het Algemeen Nederlands Woordenboek is verouderend. Er zitten in het Algemeen Nederlands Woordenboek, dat dus loopt van 1970 tot nu, die hebben een lemma verouderend gekregen. Dat betekent dat ze nog niet uitgestorven zijn. Ze bestaan nog steeds, maar ze worden niet heel erg veel meer gebruikt. Een voorbeeld, ja, de afbeelding hiernaast, dat zal je weinig zeggen als je het zo ziet, maar dit is een afbeelding van een hansworst. En de vraag is dus, dit is een verouderend woord. Maar hoe komt het nu dat woorden verdwijnen uit de woordenschat? Dat is een interessant onderzoek. Daar zou je om te beginnen een deelvraag van kunnen maken en daar literatuuronderzoek naar doen. Vervolgens kun je gaan kijken, wanneer zijn die woorden die verouderend heten nou precies ontstaan? Nou, dit woord uit het voorbeeld, dat bestaat echt al eeuwen, maar dat heeft nu in de 21ste eeuw
dus een label verouderend gekregen. Vervolgens zou je, om het heel praktisch te maken, en dat met name bij HAVO-leerlingen, die vinden dat heel leuk, maar VWO-leerlingen ongetwijfeld ook, zijn die woorden nog bekend. Dan kun je een enquête afnemen, bijvoorbeeld in je klas, of met ouders, of met andere interviews. En op die manier kun je een heel aardig beeld schetsen van taalverandering op woordniveau. Dat is een voorbeeld. Het tweede, nou ja, dat is uit mijn hart gegrepen natuurlijk, het achtervoegsel etten. In hoeverre is dat achtervoegsel nu productief in het Nederlands? Het is natuurlijk van oorsprong een Frans, eventueel Italiaans achtervoegsel. En je kunt met behulp van het Algemeen Nederlands Woordenboek dus nagaan hoe die woorden worden gevormd door te zoeken op de morfologie. Je kunt ook gaan kijken welke betekenissen kan dat achtervoegsel allemaal hebben. Daarvoor kun je gebruik maken van het Algemeen Nederlands Woordenboek, maar ook van de EANS, want in de Algemeen Nederlandse Spraakkunst zit ook een hoofdstuk over woordvorming. En daar komt etten, zij het zeer zijdelings ter sprake. Maar ook het woordenboek de Nederlandse taal kan daarbij van dienst zijn. Je zou nog een onderzoek kunnen doen naar de ettenwoorden die echt rechtstreeks ontleend zijn aan het Frans. Maar je kunt ook kijken welke ettenwoorden er bijvoorbeeld in het Nederlands zijn ontstaan. Zoals het woord boerderetten of theoretten. Of nou ja, welke woorden dan ook. Kefos en ik hebben samen een rubriek op neerlandistiek.nl. En die heet Achter het achtervoegsel, waarin we elke maand het etten in het zonnetje zetten. Zeker aan de hand van verschillende groepjes, bijvoorbeeld fototoestellen of bondsoorten of duiven. Je kunt het zo gek niet bedenken of we proberen de aandacht voor te vragen. We hebben ook een eigen Facebookgroep, Genootschap ter bevordering van het gebruik van het suffix etten. En dat is eigenlijk allemaal gekomen door een werkgroep die we volgden tijdens onze studie in 1987, geloof ik. Dus zo lang kan de liefde voor een voorzetsel of een achtervoegsel bestaan. Maar ja, het zou best kunnen zijn dat de leerling ook enthousiast wordt door een vergelijkbaar achtervoegsel. Maar woordvorming is interessant om te onderzoeken. En dat kan dus met behulp van deze woordenboeken. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar is het woordenboek van nieuwe woorden. Dat is vorig jaar online gekomen. Dat is iets, ziet er bijna hetzelfde uit, ook qua opmaak. Dus als je eenmaal vertrouwd bent met het ene woordenboek, kun je ook makkelijk zoeken in het andere. Je ziet hier een aantal woorden met bepaalde kenmerken. En ik heb gezocht op woorden die blends zijn. Dus woorden die gemixt zijn, zoals grasveld. Dat is samen geklonterd uit gras aan de ene kant en asfalt aan de andere kant. Dat wordt dan grasveld. Eigenlijk grasland met één soort gewas, zoals we dat tegenwoordig kennen. Dus weinig biodiversiteit, geen madeliefjes, geen paardenbloemen, maar alleen maar gras. Dus één grote groene vlakte. Nou, zo zitten er 107 nieuwe woorden in. Dus dat zijn nieuwe woorden die verschenen zijn na 2000. Ook dit is een online woordenboek, gratis beschikbaar. En het anders dan in het ANW, want daar zitten alleen maar woorden die blijvertjes zijn, zitten er in het woordenboek van nieuwe woorden ook eendagsvliegen. Dat betekent dat sommige woorden die nu een keer gebruikt worden, interessant zijn voor woordvorming en uit de tekstverzameling tevoorschijn komen, dat we die wel hebben opgenomen. Maar die zijn dan eigenlijk om bewaard te blijven voor het nageslacht. Die zullen niet echt vaak opgezocht worden door mensen, maar ja, het kan wel. Het is in ontwikkeling, het heeft slechts 8277 woorden, dat is nog niet heel veel. Maar er wordt elke dag wordt daaraan gewerkt, er worden woorden aan toegevoegd. Dus zeker interessant ook om een keer rustig in te bladeren en te neuzen, want er zitten heel veel bijzondere woorden in. Het voorbeeld wat ik zojuist al aanreikte, dat ging over blends. Nou, wat voor onderzoek zou je daarover kunnen voeren? Een hoofdvraag zou kunnen zijn, in hoeverre zijn die blends nu doorzichtig? En als deelvragen had ik dan bedacht, wat zijn blends?
Daar kun je bronnenonderzoek naar doen of literatuuronderzoek. Hoe worden ze gevormd? Welk deel is van belang? Hoeveel overlap moet er zijn tussen twee verschillende delen? Van welke blends is de betekenis duidelijk en van welke niet? Je hebt een woord potel bijvoorbeeld. Dat is een keer ondervraagd bij een crowdsourcing enquête. En sommige mensen die het woord kenden, ja, dan is het makkelijk. Dat er iets van een hotel in zit was duidelijk. En potel, dat po, sloeg dus op Polen. In de tijd dat er veel Polen naar Nederland kwamen om te werken, die werden dan ondergebracht in een zogenaamd potel. Is het gebruik van blends algemeen? Kent iedereen die? Worden die vooral gebruikt in de snelle wereld? Is het vooral, heeft het betrekking op beroepen uit de financiële wereld, uit milieu? Zijn ze altijd grappig bedoeld? Kortom, er is heel veel mogelijk met blends. En speciaal op de profielwerkstuk taalkunde.nl, de website van Christa Doreleijers, die vanmiddag ook zal spreken, is er een toolkit over neologisme. En daar heeft Vivian Wassink, die ook verantwoordelijk is voor het woordenboek van Nieuwe, ook redacteur is van het AW, heeft daar samen met Christel een toolkit neologisme gemaakt, waarin een aantal suggesties staan voor dingen die je kunt onderzoeken. Zelf heb ik een keer een stukje geschreven op Nederlandistiek over podcast, potel en prosument, waarin ik ook wat suggesties doe voor onderzoekjes. En daarnaast is er een video en een boek, Knuffelcontact en Waterwappie. Dat is vorig jaar verschenen ter gelegenheid van het woordenboek van Nieuwe Woorden. En daar worden ook een aantal onderzoekjes in verricht. Hè, van hoe werken die woorden? Waarom is het populair? En het ene wel en het andere niet. Dan mijn grote liefde. Ik ben vooral historisch taalkundige en bij het INT. Dus het woordenboek der Nederlandse taal, dat vind ik het misschien wel het allermooiste boek ter wereld. Het bevat 95.000 hoofdtrefwoorden, 400.000 trefwoorden, 2 miljoen citaten. Nou, de ene superlatief valt over de andere. 50.000 bladzijden, 100.000 kolommen, 32 delen, 43 banden, 3 meter boeken en 134 werkjaren. Nou, het is met recht het grootste woordenboek ter wereld. Heel veel mensen die dit woordenboek op papier hadden, die hebben het inmiddels de deur uit gedaan. Het nam te veel ruimte in beslag, het werd niet heel veel geraadpleegd. Maar gelukkig is er een online versie samen met alle historische woordenboeken van het Nederlands. Nou, een vraag die je zou kunnen onderzoeken is bijvoorbeeld: hoe werd een baby in het verleden in het Nederlands aangeduid? En ik heb nu het woord baby gekozen, omdat dat een vraag is die mij een keer is gesteld door een gebruiker. Maar je kunt natuurlijk voor heel veel andere woorden die gebruikelijk zijn nagaan wat er vroeger gangbaar was. Dus deelvragen: wanneer gebruiken we baby? Hoe oud is die term? Het is niet waarschijnlijk dat we dat in de middeleeuwen al deden. Dus, maar wanneer is, dan in, is het dan gekomen? Nou, dat kun je dus onderzoeken met behulp van het woordenboek der Nederlandse taal. Omdat alle betekenissen, die worden gestaafd met citaten. En die citaten, die zijn ook gedateerd. Dus zo weet je precies wanneer zo'n woord in gebruik is gekomen. Je kunt ook kijken of we aan andere talen synoniemen hebben ontleend. En welke benamingen zijn nog steeds gangbaar? En welke zijn inmiddels veranderd van betekenis? Hebben ze een betekenisverandering ondergaan? Nou, een voorbeeld daarvan, ik zal het zo dadelijk laten zien hoe je dat doet op de volgende dia, is dat je gaat zoeken op gtb.ivdnt.org. Dat is een hele belangrijke reeks afkortingen. GTB staat voor Geïntegreerde Taalbank. Wat mij betreft mag u dat vergeten. Maar het is wel handig dat je weet dat achter deze URL de website zit van de online historische woordenboeken van het Nederlands en het Fries. Als je op zoek wil gaan naar historische synoniemen, dan zou ik eigenlijk nog willen aanbevelen om naar diamant.ivdnt.org te gaan. Het staat hier met hoofdletters, maar met kleinletters werkt het net zo goed. Het is een lexicon waarin je kunt zoeken naar synoniemen.
maar niet alleen van hedendaagse synoniemen, maar synoniemen uit het verleden. Dus voor diamant zijn de betekenissen, de definities uit het middeleeuws woordenboek en het woordenboek der Nederlandse taal bij elkaar gezocht en daar zijn de synoniemen op losgelaten. Nou, dit is het openingsscherm van de GTB. Rechtsboven zie je het ook staan, geïntegreerde taalbank. En hier heb je een aantal zoekbalken. Nou, het belangrijkste is eigenlijk basis zoeken. Als je daarin gaat zoeken, dan kun je het moderne Nederlands trefwoord intikken. Maar ook het origineel trefwoord. Dat is vaak lastiger, omdat het trefwoord is dat gebruikt is in de woordenboeken. En die spelling kan afwijken. Dus ik zou altijd adviseren om bij een trefwoord het moderne Nederlands trefwoord in te tikken. Nou, omdat we op zoek zijn naar woorden die dezelfde betekenis hebben als baby, zoek ik in de betekenisomschrijvingen, dus in de definities, naar het woord baby. En omdat ik, in dit geval maakt het niet zoveel uit, omdat baby bijna altijd een zelfstandig naamwoord is. Maar je kunt je voorstellen dat sommige woorden zowel een werkwoord zijn als een zelfstandig naamwoord, zeker als ze eindigen op en. Dus ik kies voor woordsoort zelfstandig naamwoord en dan krijg ik als resultaat, en deze heb ik gedownload, ik zal even kijken op de, het staat hier niet op, maar als je in de resultatenlijst kijkt, dan zit er een knop exporteer en dan kun je dus de resultaten die je hebt gevonden, kun je gewoon opslaan in een Excel bestandje. Dat is heel handig voor later onderzoek, zodat je dat niet iedere keer opnieuw hoeft te doen. Nou, dus als je gaat kijken waar het woord baby staat, ik heb ze geel gemarkeerd, dan zie je dat het woord kind gebruikt werd voor baby. Hier zijn de letters een beetje weggevallen vanwege de accenten, maar baby, dat is bébé uit het Frans. Nou, dit woord is helemaal niet meer in gebruik, het is ook maar heel kortstondig in het Nederlands geweest, al in de jaren 50 zo'n beetje. Wicht. Dat is op zich een bijzonder woord. Voor mij althans is een wicht altijd een meisje. En meestal een iets ouder meisje tussen de 6 en de 12, zullen we maar zeggen. Maar wicht werd in het verleden dus ook gebruikt als aanduiding voor baby. En zuigeling, dat zullen de meeste mensen nog wel kennen en gebruiken. Dat is ook een woord dat al heel oud is. Dus zo zie je dat voor het woord baby in het Nederlands al heel veel varianten in gebruik zijn. En zo kun je dat natuurlijk doen ook voor allerlei andere woorden. Literatuurgeschiedenis. Ja, je zou het misschien niet verwachten, maar het is voor, het gaat natuurlijk wel voor de oude literatuur op. Is het ook een manier om een soort receptiegeschiedenis te gaan doen? In hoeverre weerspiegelt het WNT nu de waardering voor literaire schrijvers? Omdat alle bronnen voor het WNT zijn vastgelegd, en die zitten ook allemaal vermeld in de bronnenlijst, daar kun je ook apart in zoeken. Ik ga even nog teruggaan. Hier in het midden staat zoeken in bronnenlijst. Daar kun je zoeken op auteur bijvoorbeeld. En je kunt gaan kijken welke titels van een bepaalde schrijver als bron zijn gebruikt. En waarom zijn die juist gebruikt? In welke periode zijn ze gebruikt? En welke redacteur gebruikte deze titels? Want het is allemaal vastgelegd wie redacteur was voor een bepaalde aflevering. Je zou dat kunnen vergelijken met bijvoorbeeld literatuurgeschiedenissen van hoe wordt er nu over deze schrijvers geoordeeld. Bijvoorbeeld Hugo Raas was in de jaren 70-80 een bekende literator, maar is inmiddels zo goed als vergeten. Wordt ook niet zo hoog meer gewaardeerd. En ik heb voor ter gelegenheid van Vestdijk, ik geloof zijn sterfdag, ben ik het even kwijt, heb ik een gelegenheidswoordenboekje gemaakt online, waarin ik een aantal woorden, werkwoorden op ere bij Vestdijk heb verzameld. En dan, je kunt daar heel makkelijk op zoeken, omdat de namen van de bronnen zijn altijd geschreven in hoofdletters. Dus als je dat dan bij het zoeken gebruikt, ik zal het even nog één keer teruggaan. Als je de hoofdletters intikt en je vinkt dit vakje aan met hoofdletters, dan krijg je alle bronnen waarin het gebruikt is. Ik heb het gedaan bijvoorbeeld voor Ward Ruislink, hier linksboven. Dan zie je ook dat als je Ruislink intikt bij woord en citaat, met de hoofdletters ja, dus checkbox, dus letters moeten exact zijn zoals ik het heb ingetikt,
dus Ruislink met hoofdletters, dan krijg ik in dit geval 20 citaten uit de 2MT, waarin een woord voorzien is van een citaat van Bart Ruislink. Niet heel veel bronnen zijn er, maar bij Marnix Gijssen bijvoorbeeld, een andere bekende Vlaamse schrijver, zie je dat het, toen heb ik gezocht in de bronnenlijst, en dan zie je dat er dus heel veel titels van Gijssen, inmiddels ook weer vergeten, ten onrechte denk ik, volgens mij is het een hele interessante schrijver, ook nog voor leerlingen. Je ziet dus dat er heel veel bronnen van hem terug te vinden zijn in het WNT. Nou, zijn dat nou belangrijke titels geweest? Of worden alle werken van Marnix Gijssen opgenomen en uitgeplozen? En waarom is dat zo? Stijn Streuvels bijvoorbeeld heeft heel veel West-Vlaams. En daaruit blijkt bijvoorbeeld dat veel West-Vlaamse woorden soms alleen met een citaat van Stijn Streuvels te vinden zijn. Dus het is een misschien wat onverwachte mogelijkheid, maar die is zeker aanwezig. Dan het onderdeel grammatica. Nou, de EANS, de Algemene Nederlandse Spraakkunst, maar dan in elektronische vorm. Nou, de geschiedenis, de foto's niet voor niks in zwart-wit. De eerste editie van de ANS die verscheen in 1984. In één deel, toen de tweede editie, dat is weer een heleboel jaren later, dat is 1997, was in twee delen. En inmiddels is vorig jaar de derde editie verschenen met nieuwe hoofdstukken. En op dit moment worden alle hoofdstukken opnieuw bekeken, herschreven, herzien. En de nieuwe inzichten worden daarin verwerkt. Dus dat is heel belangrijk. Dus ook de zoekfunctie is ook sterk verbeterd ten opzichte van de eerste elektronische versie van de ANS. Dat was eigenlijk meer een gedigitaliseerd boek, maar dat zocht heel slecht. Maar de nieuwe versie is aanzienlijk beter, heeft ook links naar taaladviezen, spelling. Er zitten ook in de allernieuwste hoofdstukken didactische modules in. Dan met name gericht op studenten Nederlands als tweede taal, maar dan wel op een redelijk niveau. Het is een beschrijvende grammatica, dus mensen vergeten dat vaak. Die denken dat hierin de wet vast ligt, hè, dat dit de grammatica is. Zo moet je Nederlands spreken, schrijven, maar dat is dus niet zo. Het is de hedendaagse standaardtaal, maar dan wel in zijn geografische en stilistische verscheidenheid. Dus zowel er wordt ook aandacht geschonken aan het specifieke gebruik in Vlaanderen, dus het Belgisch-Nederlands. Maar ook het formele taalgebruik en het informele taalgebruik, dat is door middel van labels aangegeven. Heel eenvoudig te vinden. Eigenlijk zijn alle producten die wij leveren makkelijk te vinden door ivdnt.org in te tikken en daaraan voorafgaand de naam van het product. Nou, wat kun je doen met de ANS? Nou, ik heb even zitten bladeren. En je zou kunnen kijken hoe ver zijn tussenwerpsels aan verandering onderhevig. Welke soorten tussenwerpsels zijn er? Hoe worden ze gebruikt? Welke komen er voor in de historische woordenboeken? Dus zijn er tussenwerpsels verdwenen? Je kunt dat heel makkelijk zoeken door in die gtb.ivdnt.org te kijken naar woordsoort tussenwerpsel. Zijn die tussenwerpsels uit de historische woordenboeken onder te brengen bij de indeling van de EANS? Of ontbreken er misschien nog onderdelen? Is er een verandering? Heeft een verandering plaatsgevonden? Nou, je zou het ook door kunnen trekken naar het hedendaagse taalgebruik. Zijn er specifieke tussenwerpsels die alleen in jongere taal voorkomen? Of alleen bij oude mensen? Ja, ik noem maar wat. De corpora, dat zijn dus grote tekstverzamelingen. Een voorbeeld daarvan is Delver met de krantendatabase. Dat is op zich een prachtige bron van informatie waar heel veel in te vinden is. Er is alleen één probleem. Je kunt niet goed specifiek zoeken. Je kunt alleen maar zoeken op een vorm van een bepaald woord. En juist als je een goed corpus hebt,
dan wordt het veel gemakkelijker. Een voorbeeld daarvan is het corpus Brieven als Buit. Dat bevat 1033 gekaapte brieven uit de 17e en de 18e eeuw. Dat zijn dus brieven die zijn in de 17e eeuw en de 18e eeuw geschreven vanuit Nederland naar familieleden, vrienden, zakenrelaties die overzees verbleven. Dus dat kan in het Suriname zijn, maar het kan ook in de voormalig Nederlands-Indië zijn of Zuid-Afrika of waar ook de wereld waar Nederlanders zich bevonden. En brieven die omgekeerd vanuit die gebieden naar het vaderland werden gestuurd. Dus het probleem dat heel veel van die brieven, die zijn nooit aangekomen. Omdat ze tijdens de Nederlands-Engelse oorlogen zijn ze door de Engelsen gekaapt, door kapers. Het waren dus geen piraten, die zijn alleen uit op eigen gewin. Maar kapers waren mensen die in opdracht van, of met toestemming moet ik zeggen, van de regering schepen mochten beroven. En dan mochten ze de buit, die moest heel nauwkeurig worden vastgelegd en alles werd daarbij bewaard om te kijken of die kaping goed was uitgevoerd. En dat geldt dus ook voor deze brieven. Dus er waren grote postzakken, die zijn dus niet overboord gekieperd, want financieel hebben ze natuurlijk weinig waarde. Maar ze zijn allemaal keurig bewaard in de National Archives in Kew in Engeland. En daar zijn ze in de jaren 80 van de 20e eeuw teruggevonden. En langzamerhand komen er steeds meer brieven beschikbaar. Die worden getranscribeerd en komen voor een groot publiek. In Brieven als Buit gaat het om diplomatische transcripties. Dus het gaat echt precies om wat er staat in de 17e of 18e eeuwse brief. Wordt precies letter voor letter zo overgeschreven. En er staat ook bij elke tekst een foto. Dus je zou nog zelfs kunnen oefenen in het lezen van oud schrift. Maar de belangrijkste aanvulling, en dat is voor het doen van onderzoek zo belangrijk, is dat ze taalkundig verrijkt zijn met lemma en woordsoort. Dus als je bijvoorbeeld het woord huis hebt, als je dat in Delphen zou zoeken, dan zou je alleen maar voorkomens van het woord huis krijgen. Maar als je nu het woord huis hebt en je kiest het als lemma, dan kun je niet alleen het woord huis vinden, maar ook huizen en allerlei spellingvarianten. Dus huis met YS of huizen met een E erachter of H-U-I-S-C-H, ik noem maar wat. Het is allemaal mogelijk om dat terug te vinden met behulp van het moderne lemma. En dit is het openingsscherm. Zo zien eigenlijk alle historische corpora van ons instituut er tegenwoordig uit. Dus als je eenmaal een beetje door hebt hoe het werkt, er zit een hele uitgebreide helpfunctie bij met voorbeelden die je aan kunt klikken. Dan, het vergt enige oefening, dat geef ik toe. Maar dan kun je wel heel veel interessante dingen gaan zoeken. Voorbeeld. In hoeverre bestaat er verschil in voornaamgeving tussen mensen uit hogere en lagere klassen? Dat kun je doen omdat je in deze applicatie kun je gaan filteren. Bij iedere brief is namelijk aangegeven wie de zender is en wie de geadresseerde is. En binnen die afzender kun je aangeven wat het geslacht is, welke relatie er is tot degene aan wie het gestuurd wordt, de leeftijd en de sociale klasse. Dus dat biedt mogelijkheden om te gaan filteren. Dus je kunt gaan zoeken naar namen, je kunt gaan, dus bij de afzenders, je kunt kijken naar welke leeftijd, welke sociale klasse wordt er gespeeld. En zijn er ook mensen die kozen voor een populaire naam? Of was het een vernoeming naar vader of moeder? Of waren het vooral heiligen? Nou, ik heb op basis van dit van deze kwestie heb ik zelf al een keer een klein onderzoekje gedaan. De populairste voornamen uit de 17e en de 18e eeuw. Omdat er nog geen echte duidelijke centrale bevolkingsregisters zijn, was het niet mogelijk om dat uit te zoeken. Maar je kunt natuurlijk wel met behulp van zo'n corpus dergelijk onderzoek doen. Maar er is ook een mogelijkheid om te gaan kijken naar de aanhef in brieven. In hoeverre bestaat er verschil tussen mannen en vrouwen in de aanhef van brieven? En dan de eerste vraag is natuurlijk, welke aanhef tref je aan? Is er verschil tussen persoonlijke en zakelijke brieven?
Is het geslacht van de geadresseerde van invloed? Speelt de leeftijd nog een rol bij de keuze voor de aanhef? En je zou het toch kunnen vergelijken met de aanhef in e-mails van mannelijke en vrouwelijke leerlingen aan jonge respectievelijk oude docenten. He, dus dat zouden leerlingen kunnen doen. Hoe spreek je een jonge docent aan? Zeg je dan, hoi Marcel, of hey, of geachte meneer, of beste meneer. Nou, dat is wel interessant om dat na te gaan. Dat zou je ook kunnen betrekken in een profielwerkstuk als je het gaat hebben over een vergelijking tussen de brieven van toen en de e-mails van tegenwoordig. Ook hiervoor, ik heb daar een kort stukje over geschreven bij op Neerlandistiek. Het krantencorpus, dat is een vrij recent corpus. Dat bevat 13, 17 eeuwse krantentitels uit Delver. Alleen het voordeel van dit corpus is dat ze ook getranscribeerd zijn. De kranten die in Delver stonden, die waren met automatische teksterkenning gemaakt. En daar zaten toch nog wel veel fouten in. Het programma kon de oude drukteksten niet goed aan, ook omdat de inkt vaak niet goed was aangebracht. Of er ontbraken stukjes. En die zijn dus door vrijwilligers van Nicolien van der Sijs allemaal overgetikt, handmatig. En om toch het zoeken enigszins te vergemakkelijken, is het corpus automatisch taalkundig verrijkt. Dat wil zeggen dat er nog wel wat fouten in zitten, maar elk woord heeft in principe een lemma gekregen, een modern lemma, en een woordsoort. Maar omdat het niet handmatig gecontroleerd is, dat zou echt heel veel tijd kosten, zitten er nog wat foutjes in. Maar voor een eerste indruk is het zeker mogelijk om daarmee onderzoek te doen. Nou, wat zou je dan kunnen doen? Het valt misschien een klein beetje buiten Nederlands, maar de pest. Toevallig viel mijn oog daar laatst op. En in hoeverre ontwrichtte de pest het dagelijks leven in de 17e eeuw? Dat zou je dus kunnen onderzoeken aan de hand van kranten. Bijvoorbeeld, in welke periodes heerste de pest in Nederland? Werden alle provincies even zwaar getroffen? Hoeveel doden vielen er tijdens een epidemie? Was de situatie in Nederland vergelijkbaar met het buitenland? Nou, en zo kun je dus, daar kun je makkelijk naar zoeken. Als je gaat zoeken, ja, ik heb het hier even helemaal uitgeschreven. Bij Extended Search naar Linguistic Annotation zoek je op het lemma pest sterretje, zodat je ook pesten of pesthuis en dergelijke woorden zult vinden. En je zoekt bij Filter Search, dus je gaat filteren op de eigenschappen van het artikel. En dan kies je voor Domestic News. Dus voor het binnenlandse nieuws. Nou, Nicolien van der Sijs heeft daar bijvoorbeeld een aardig stukje over geschreven, over de herkomst en gebruik van het woord wolf in het Nederlands. En als je het woord wolf intikt in dit corpus, dan zul je ook zien dat er heel veel wolven al voorkwamen in de 17e eeuw. En dat met name in Vlaanderen zijn er een paar gevallen bekend waarin wolven zeer agressief zijn geweest en mensen hebben verorberd. Dus ja, dat is ook sensationeel natuurlijk. Maar je zou ook kunnen zoeken op advertentieteksten. Waar werden advertenties voor gebruikt? Voor welke boeken bijvoorbeeld? Er zitten advertenties in voor 17e eeuwse dichtbundels of geschiedeniswerken. Welke zijn dat? Hoe worden ze aangeprezen? Hoe vaak worden ze aangeprezen? Dat zijn allemaal zaken die je met behulp van zo'n corpus zou kunnen uitzoeken. Terminologie. Ja, dat is ook een poot die bij het INT hoort. We vormen het expertisecentrum Nederlandse terminologie. Dat is ondergebracht bij ons instituut. En er zijn verschillende terminologieprojecten. Een ervan vrij belangrijk voor het onderwijs, denk ik, is HOTNEF. Dat staat voor Hoger Onderwijs Terminologie Nederland en Vlaanderen. Want hoewel we elkaars taal spreken, is er toch nog heel veel verschil in de termen die gebruikt worden bij het onderwijs. Als je naar bijvoorbeeld de HSN-conferentie gaat over het schoolvak Nederlands, dan merk je dat docenten Nederlands uit Nederland spreken over het voortgezet onderwijs. En in Vlaanderen spreken ze over het secundair onderwijs. En daarbinnen heb je dan TSO en ASO. En wij hebben MAVO, HAVO, VWO. Dus dat is weliswaar geen hoger onderwijs, maar
De verschillen zijn groot en dan is het belangrijk om te weten wat mensen nou precies verstaan onder een bepaalde term. We hebben ook verschillende vakliteratuur over terminologie. We hebben elke maand is er een uitgelichte term, die zetten we even in het zonnetje. We hebben de beschikking over een hele grote termenlijst, database met honderden termenlijsten. Die zijn gerangschikt volgens de indeling van de Library of Congress. En daar zou je dus ook in kunnen grasduinen voor je profielwerkstuk. Daarnaast zijn er nog allerlei hulpmiddelen, die zijn wel technisch van aard. Dus misschien dat die niet zo direct geschikt zijn voor leerlingen. Een voorbeeld is schoolterminologie. Bestaan er verschillen tussen scholen op het gebied van terminologie? Nou, ik heb op verschillende scholen lesgegeven tijdens mijn carrière als docent. En daaruit bleek iedere keer als je op een nieuwe school kwam, dat je moest wennen aan de verschillende afkortingen die gebruikt werden. Dus op de eerste school waar ik werkte hadden ze het over upjes. En een upje was uren per jaar. Hè? Dus dat zijn eigenlijk dingen voor je extra taken. Nou, en zo heeft elke school ongetwijfeld zo zijn eigen terminologie in gebruikt. Nou, sommige zijn natuurlijk bekend voor alle scholen, zoals PWS, profielwerkstuk. Maar de afkortingen voor de vakken bijvoorbeeld, die zijn ook al vaak afwijkend. De vraag is nu, zijn al deze woorden nu echt termen te noemen? Met andere woorden, wat is een term? Nou, een term moet eigenlijk voldoen aan drie verschillende criteria. Het moet een concept bevatten. Het moet gaan over een specifiek kennisgebied. En het moet gebruikt worden door, en uitsluitend gebruikt worden door een vakspecialist. En dat klinkt wat abstract, maar ik zou zeggen, kijk vooral ook op de website bij terminologie. En dan wordt dat helder uitgelegd aan de hand van een voorbeeld. Je zou onderzoek kunnen doen naar overeenkomsten en verschillen tussen scholen in het gebruik van de terminologie. Zeker als er ouders zijn die ook werkzaam zijn in het onderwijs, en op een andere school dan die van een zoon of dochter, dan biedt dat mogelijkheden natuurlijk. Je zou zo een termlijst kunnen opstellen over dat onderwerp. Dat is natuurlijk niet het enige. Ik heb in het verleden ook al een keer een stukje geschreven over de daad bij de term voegen. Ook verschenen op Nederlandistiek. Voor de klas was dat. En daarin geef ik ook de suggestie om een termenlijst op te stellen voor een onderwerp dat je aanspreekt. Ik had toen als voorbeeld genomen voetbaltaal. Nou, dat zal bij sommige jongens en tegenwoordig ook steeds meer meisjes best interesse wekken. En dan gaan we eens op zoek naar definities van de termen. Wat is een corner? Wat is buitenspel? Hoe wordt dat omschreven op verschillende websites? Welke elementen komen altijd terug? Welke komen er soms terug? Wat mag er eigenlijk niet ontbreken? Hoe zou je ultieme definitie zijn van een term? Nou, daar is heel veel over te schrijven. En dat is een heel interessant punt. Hoe specifieker die termen zijn, hoe beter het is, want op basis daarvan zorg je ervoor dat mensen ook geen problemen krijgen, zeker met juridisch bijvoorbeeld. Nou, als laatste, het INT heeft een speciale pagina voor het onderwijs. Voor docenten zijn er lesbrieven te vinden. Voor leerlingen is er een rubriekje met speciale informatie voor het schrijven van werkstukken, profielwerkstukken. En ook voor studenten is er het nodige te vinden, al zal ik daar verder hier niet op ingaan. En dat was eigenlijk in het kort wat ik wilde vertellen. Dank u wel in ieder geval voor uw aanwezigheid. Mocht u vragen hebben, suggesties, opmerkingen, u kunt me altijd bereiken op roland.debond@ivdnt.org.